Organisaties die behoefte hebben aan tijdelijk extra capaciteit huren hiervoor externe professionals in. Maar hoe gaat dit nu eigenlijk in zijn werk? Op het moment dat een manager van een organisatie een tijdelijke professional wil inschakelen, besluit hij welke vaardigheden hij precies nodig heeft en wat hij bereid is hiervoor te betalen. Vervolgens gaat de centrale inhuurafdeling van de organisatie hiermee aan de slag en neemt contact op met verschillende gecontracteerde partijen, zo ook kennisbemiddelaar Head First. Als duidelijk is hoe Head First de inhurende managers het best kan helpen, wordt de opdracht gepubliceerd binnen Head First Select. Professionals kunnen direct reageren op de opdracht. Een recruiter van Head First gaat binnen Head First Select op zoek naar geschikte professionals voor de opdracht. Hij nodigt de professionals per e-mail of telefoon uit om een aanbieding te doen op de opdracht. De professional kan zelf zijn aanbieding samenstellen, maar indien gewenst kan een recruiter van Head First hierbij helpen. Uit alle professionals die hebben gereageerd, selecteert de recruiter van Head First de meest geschikte kandidaat. Hij stuurt deze door naar de inhuurafdeling van de organisatie. Andere ingeschakelde partijen sturen ook hun meest geschikte professionals op. Samen met de recruiter van de inhurende organisatie bepaalt de manager welke kandidaten het meest geschikt zijn en welke hij wil uitnodigen voor een gesprek. Afgevallen kandidaten ontvangen duidelijke feedback die zij kunnen gebruiken bij het reageren op een volgende opdracht. Head First plant in overleg met de inhurende organisatie en de professional een intakegesprek. Als het gesprek goed is verlopen en de manager enthousiast is over de professional, wordt de professional op de hoogte gesteld van het goede nieuws en kan de samenwerking beginnen. Head First. Het werkt pas echt lekker als je weet dat alles goed geregeld is.